Dat Ajax kampioen wordt, daar twijfelt eigenlijk niemand meer aan. Maar daarachter is het razendspannend. 5 ploegen staan binnen 1 punt van elkaar en strijden voor rechtstreeks de plaatsing voor Europees voetbal of zelfs voor voorronde Champions League. Heb jij het ooit meegemaakt dat het 4 wedstrijden voor het einde zo spannend is bovenin? Volgens mij niet. Ik vind dat de spanning om de eerste plaats eigenlijk een beetje af is. Maar de tweede plaats is dringend en daar zitten wij ook bij. Volgens mij is dit de eerste keer dat het echt zo spannend is, denk ik. Dus het wordt nog spannend de komende 4 wedstrijden. Je wilt wat winnen. Daar is elke ploeg die bij de eerste 6 staat, die is daar hartstikke duidelijk in. Dan is er inderdaad maar 1 opdracht thuis tegen Vitesse. Dat is winnen. Ik denk ook dat dit weekend van de eerste 6 er maar heel weinig clubs zijn die punten zullen laten liggen. Dan weten we wat ons te doen staat. We moeten gewoon alles winnen en dan kunnen we misschien nog voor de Champions League halen. Dat zou helemaal geweldig zijn, denk ik. Heerenveen Vitesse is een duel tussen de nummer 6 en 7 van de ranglijst. Het verschil in punten tussen beide ploegen is echter groot. Vitesse speelt straks zo goed als zeker de play-offs, terwijl Heerenveen die play-offs juist probeert te vermijden. Bewaar jij goede herinneringen aan wedstrijden tegen Vitesse? Ja, ik weet nog wel dat ik in de uiterstrijd maakte ik de gelijkmaker volgens mij in de allerlaatste minuut. En dat was het ook gelijk mijn eerste goal in de Eredivisie. Dus wat dat betreft wel. Nu heeft Heerenveen dit seizoen al 2 keer tegen Vitesse gespeeld. De eerste keer was het een beetje gelijkwaardige wedstrijd, waarin in de laatste minuut nog gelijk wordt. Die tweede keer voor de beker was het verschil eigenlijk veel groter. Ja. Wat zegt dat over die wedstrijden, of die wedstrijd van nu? Ik vond de eerste wedstrijd redelijk gelijkwaardig, waarbij wij iets makkelijker voetbalden. Maar zij kwamen op 1-0 en pas in blessuretijd maakten we gelijk. Dus daar kwamen wij ook weer goed weg. Voor de beker waren wij gewoon de betere ploeg. We hebben laten zien dat we denk ik wel beter zijn dan Vitesse. Dus dat moeten we nu weer laten zien. Bij Vitesse is ook dit seizoen een heleboel gebeurd. En ik vind Vitesse nu met Boni weer in de spits. En het elftal zijn veel meer veranderingen in het spelsysteem. En ook de spelers die in de basis staan. Dus ik vind dat Vitesse wel verder is. Maar ik vind Vitesse wel een ploeg die, dat kun je wel zien, heel weinig goals tegenkrijgt. Wel heel verdedigend goed georganiseerd. Speelt, maar naar voren toe is het nog niet zo avontuurlijk, dus ik denk wel dat wij het spel moeten maken. Doker Smit miste afgelopen week de wedstrijd tegen NEC omdat hij ziek was. Tegen Vitesse is de verdediger weer van de partij. Voor de rest verandert Ron Jans niks aan zijn opstelling. Christopher Noordveld blijft op het doel staan omdat Brian van der Bussen nog geschorst is. Welke les hebben jullie geleerd uit de wedstrijd tegen NEC? Want het begin van die wedstrijd was niet echt heel goed, zacht uitgedrukt. Nee, klopt. Het was heel slecht en we moeten gewoon veel beter beginnen. Dat was gewoon heel slecht. Ja. Het gaat altijd om teamspel. Als je de bal niet hebt, vond ik dat wij veel te makkelijk mensen lieten lopen, mensen ruimte gaven. Dan zie je dat de eerste helft heb je helemaal niks te vertellen. En als we de bal hadden, dan leek het soms aardig. Maar op dat moment dat je dat dacht, dan leverde de bal zo weer in en dan konden we weer teruglopen. Ja, dus zo moet het dus niet. Het moet dus met. Je moet keihard werken, je moet je taak uitvoeren. En je moet gewoon helemaal geconcentreerd zijn, gefocust zijn op wat je moest doen. De tweede helft was gewoon genieten. Ja, de tweede helft was veel beter in vergelijking met de eerste helft. En zo moet het ook gewoon doorgaan. Ja, onze voorhoede is qua rendement, goals en voorzetten, is het sowieso al geweldig. Maar de laatste tijd was het af en toe toch even, met name Asaidi en Narsing hadden nog niet gescoord. Maar nu was iedereen erbij betrokken. Djuricic had ook een goede rol bij de ontwikkeling van de goals. En dat is gewoon heel prettig. En als je dat kunt combineren, dat af en toe anderen ook een goaltje meepikken, zoals Victor Elm bijvoorbeeld in een paar wedstrijden, dan kan het heel interessant worden.